Brandlos, waar zitten die? Ja, brandlos, die is leuk. We hebben het allemaal wel 2 of 3 keer in ons leven gehad. Je bent lekker aan het werk op school en dan in 1 keer gaat het brandalarm af. Iedereen kijkt een beetje raar om zich heen en de docent lichtelijk geïrriteerd. Oh ja, een calamiteitenoefening. We gaan met z'n allen even naar buiten. Nou, iedereen doet gewoon wat iedereen zegt. Maar ja, weten wij met z'n allen wel wat we moeten doen? Ik ga het vragen aan alle studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Weten jullie wat je moet doen als in 1 keer het brandalarm in je gebouw afgaat? Nee. Ik denk gewoon naar buiten gaan. Ik heb verder geen idee. Nee, ook geen informatie over gekregen. Ja, naar buiten gaan. Dan moet je wel echt gewoon rustig blijven en gewoon naar de mensen luisteren die je verstand van hebben, vind ik. En was het ook zo rustig als het bij calamiteitoefeningen is? Als je echt merkt dat het bij een oefening is, dan merk je wel dat het wat onserieuzer wordt. Dan gaan mensen echt rennen, dingen aanschoppen. Nee. Zeker, dan moet ik rustig opstaan, mijn spulletjes laten liggen. En dan rustig volgens mij in een rijtje het lokaal uitlopen. Met de trap naar beneden, het lift mag niet. Oké, iets moeilijkere vraag. Als jij degene bent die in 1 keer een brand ontdekt ergens in een hoekje, wat doe je dan? Dan zoek ik zo snel mogelijk brandalarm op. Als ik die niet kan vinden, natuurlijk dichtstbijzijnde docent of iemand... Met brandalarm bedoel je dat rode dingetje? Ja, en die druk ik dan gewoon in. Weet je waar die zitten, hier in het gebouw? Nee. Je hebt van die melders aan de muur zitten. Ik weet niet of je ze ooit hebt gezien. Ze zijn meestal rood of groen. Maar waar zitten ze dan in jouw gebouw? Ja. Ik heb geen idee. Ik weet alleen van de middelbare school dat het overal zat. Maar hier heb ik echt geen idee. Nee, geen idee. Nee, dus ik weet niet waar blussers zitten, maar ik weet ook niet waar het alarm zelf zit. Ik denk in de gang... Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Ik heb me daar nog niet in verdiept. Dat ga ik me ook nog niet doen, denk ik. Heb je wel eens gehoord van ontruimingsplattegronden? Ja, elke keer als ik een gebouw binnenloop, dan kijk ik daarop en dan ga ik even inbeelden. Nee. In elk gebouw, op elke etage, staat een ontruimingsplattegrond. Misschien handig om te weten. Nee, ja, dit zijn echt dingen, je gaat er niet vanuit dat het gaat gebeuren ooit. Dus je denkt ook niet van, ik zou het voor de zekerheid maar indekken. Oké, nou, er zijn heel erg veel verschillende antwoorden. Iedereen vindt het niet zo belangrijk eigenlijk en je weet eigenlijk helemaal niks. Dus het is misschien wel even handig als we gaan vragen aan iemand die er wel verstand van heeft wat je nou precies moet doen. We gaan het hebben over calamiteiten, wat we allemaal moeten doen. Maar hoezo kan jij dat bij vertellen? Ik ben arbo-adviseur voor de Amsterdam Campus en ook het hoofd BHV in dat opzicht. Oké, wat houdt BHV in? Zorg eigenlijk voor de veiligheid in een gebouw als er iets misgaat. Ja. De master question. Wat moeten we doen op het moment dat er een calamiteit is? In principe hangen in allerlei gebouwen instructies wat iemand zou moeten doen bij brand of bij een eerste hulp. Maar waar hangen die dan? Want ik heb het gevraagd en dat is niet echt. Niemand weet het eigenlijk. Dat is per gebouw wel verschillend, maar meestal in de buurt van trappenhuizen hangen die. Dat geldt ook dus voor de plattegronden. Plattegronden, de brandblussers, de instructies. Brandhandmelder? Die hangt daar dan op. Dus op het moment dat je zoiets zoekt, een brandhandmelder, als je zelf wil blussen, dan moet je dicht bij de trappenhuizen zoeken. Ja, als je een beetje naar boven kijkt in de gang, dan zie je ook meestal de bordjes wel hangen. Daarnaast, voor het vluchten, heb je allemaal van die mooie groene bordjes. Die worden vaak ook vergeten. De groene bordjes die zo op het plafond zo hangen, hè? Ja, ja. Die leiden je altijd naar een veilige plek toe. Okay. Veel mensen gaan een gebouw in en gaan ook weer zo naar buiten, ook al is er een alarm. Maar die groene bordje wijst altijd naar de nooduitgang. Ja. En is er dan een soort van stappenplan? Het is verschillend of je zelf iets tegenkomt of dat je gewoon een alarm hoort gaan. Als je zelf iets tegenkomt, is het belangrijk om het eerst te melden. Dat kan bij een brand, dus die handbrandmelder zijn. Of het noodnummer van de HVA bellen. En dat is? 020-595 en dan 4x3. 020-595-4x3. Ja. Oké, en die staat overal? Die staat ook overal, op alle instructies. Oké, ik ga hem niet meer vergeten. De lift doet het niet. Hij kan niet gebruikt worden. Het gaat eigenlijk automatisch, gaan de liften naar begane grond. Okay. Gaan die deuren open en dan zijn ze voor ons niet meer te gebruiken, omdat wij niet weten of die veilig zijn. Ja. En dan is de verwachting dat de mensen zelf uit het gebouw lopen. En dan hoeven de BHV'ers alleen nog te controleren of het ook helemaal leeg is. En heb je dan nog als hoofd BHV'er een soort van tip? Kijk gewoon een keer rond in het gebouw en wat je ziet hangen. Bekijk een keer een platte grond van waar sta ik nu en waar moet ik eigenlijk naartoe. Voorstel dat het geval is dat je in ieder geval een beetje iets weet. Ja. Dankjewel voor je tijd. Graag ik denk dat ik alles weet nu. Ik hoop dat studenten nu ook een beetje beter weten wat ze moeten doen op het moment dat het echt helemaal mis is. Zo, jij vond deze video interessant. Of zelfs leuk. Doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij helemaal niks meer van ons missen, dan gaat deze knopje daarbij helpen. Doei, tot de volgende!